Jij zit bij Kiespijn dit weekend. Ja. Wanneer wordt het opgenomen? Zaterdag. Dat is een leuk programma, zeg jij. Ja. Nou, ik vind het een leuk programma. Mijn vrouw keek er altijd naar. En geheel tegen mijn gewoonte ben ik een keer naast haar gezeten op de bank. Oh, en, schrok ze ook niet? Ja. Bent u een vreemde man? Ze zegt, er zit een vreemde man op de bank. Nee, ik ben het, schat. Maar ik vond het ontzettend leuk om naar te kijken. Het ligt er ook aan wie er zitten, natuurlijk. Ja. Maar dat is zaterdag natuurlijk hartstikke goed. Ja. Rutger zit er, je grote vriend. Wie? Rutger Kassikum. Daar zit je. Nou, daar kan ik goed mee opschieten. Ja, met de Rutger, die kan ik wel hebben. En ik vind die man van de luizenmoeder ook erg leuk. Ja, Dieterik. Maar het is, dit is ook niet zeg het amusement, maar onschuldig en leuk. Ja, ja, gisteren was Euser. En die daar, daar kijkt niemand naar, hoor. Nee. Onder de 200.000 mensen. Oké, en dan zat het er gisteren, zat het ook een keer over Euser volgens mij, het programma. Dan doen ze dan dit mee. Precies. Laten we snel door, morgen. Ja. Jaap zegt het vast voor, nou dan weet ik het zeker. Eus Jan. Ja, hartstikke. En maar moet je even. Ik vind deze morf. Toen ik hem zag. Ik moest steeds denken aan elkaar voorzat. We gaan voor het eerst in de geschiedenis van het programma Kiespijn gaan we een keer terugmorfen. Om te zien hoe deze morf is en hoe die twee op elkaar lijken. Moet je kijken. Oh ja. Oh, ja. Dezelfde ogen. Dat is toch ongelooflijk? Zijn ook allebei Turks, hè? Allebei Turks, ja. Ja, maar je gaat toch niet zeggen dat alle Turkse mensen op elkaar lijken? Nou, leuk toch? Er zat een man en een vrouw. Ja, Kim Kutter en Jaap Reesema. Ik heb nog nooit zo'n irritant duo gezien. Wat een afschuwelijke mensen. Die mevrouw die vond zichzelf geweldig. En die zat met de ginnen grappen om niks. Hmm. En die man die hangt de zanger uit. Hele, gewoon vervelende mensen. Oh. Dat had je meteen zo gezien, want je kende ze niet, begreep ik. Nee. Er wordt me thuis altijd uitgelegd wie het zijn. Maar je had meteen door, dit zijn vervelende mensen. Ja, vervelende mensen, ja. Ze vond, door, hè? Die Kutter vindt zichzelf heel interessant. Ja, maar ja, weet je... Die zullen ze ook zo'n pretpakketje geven van Easy Toys. Dat zeggen we zo vaak. Ja, wat moet ze dan? Hè? Wat moet ze dan? Ja, maar je kunt... dat, zij vindt haarzelf heel interessant. Ja, maar je kunt toch ook jezelf een beetje zijn, maar dat is echt... Ik ben op tv en dan moet ik leuk doen. Ja, ja, dat... Ja. En dat doen jullie nooit. Nou, wij zijn even grote klootzakken hier als de Gint achter de schermen, hoor. Misschien zij ook wel. Of juist niet. Dat weet je natuurlijk niet. Misschien zijn ze achter de schermen nee, net maar zo. Dit was gemaakt. We waren gewoon enge mensen. Oh, oké. Daar heb ik een neusje voor.